Hoi allemaal, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Ik ga vandaag een shoplog voor jullie opnemen. Het is een shoplog van deze 2 maanden ongeveer, denk ik. En ik ga snel beginnen, want ik heb best wel veel om te laten zien. Dus veel plezier met kijken en doe alvast een duimpje omhoog. Ik begin met een dingetje die ik bij de Abercrombie heb gekocht. En dat is dit ding. Als je mijn vlogs kijkt, dan heb je hem waarschijnlijk al gezien. Het is een jumpsuit van de Abercrombie. En hier zit kant, dus dat is doorschijnend. En ik vond vooral de achterkant ook heel erg mooi. Ik heb ook aanbeelden, dus dan kan je het beter zien. Maar ik vond hem echt heel erg mooi. En ik ben er ontzettend blij mee. En het lijkt gewoon meer een beetje op een jurkje als je hem aan hebt. Maar het is dus een jumpsuit. En ik ben er echt ontzettend blij mee. Ik vind hem echt heel erg mooi. Hij was wel erg prijzig, want hij heeft me maar liefst €84 gekost. Maar ik had gewoon zin om na mijn examens mezelf even goed te gaan verwennen. En ik vind deze echt prachtig en ik ben er echt ontzettend blij mee. Dan ga ik door naar de website shein.com. Zoals jullie weten bestel ik best wel vaak daar wat. Want ik mag vaak wat uitzoeken om dan aan jullie te laten zien ook. En dat heb ik nu ook weer gedaan. En ik heb nu vooral bikinis uitgezocht. Als eerste heb ik deze bikini uitgezocht. Zo ziet hij eruit. Het is een strapless bikini. En ja, er zit een soort tribal, hoe noem je dat, printje onder. En ja, het is strapless en hij gaat hierachter gewoon met een bandje vast. En ik vind hem zelf heel erg leuk. En hij zit heel erg mooi en dit is gewoon echt een super dikke stof. Dus hij zit gewoon heel erg goed. En daar ben ik heel erg blij mee. Ik ga van mijn bikini trouwens geen aanbeelden maken. Want dat vind ik toch een beetje awkward als ik heel eerlijk ben. Ik bedoel, I am not a model. Dus ja. En daarbij hoorde dit broekje. En er zit aan de zijkant van die, hoe noem je dat? Splits. Ja, ik weet niet hoe je dat noemt eigenlijk. En dat is gewoon een heel simpel zwart broekje. Wat altijd handig is. Want dat kan je echt met alle bikinis combineren. Dus dat is fijn. Dan heb ik nog een bikini gekocht. En deze bikini is dus echt super moeilijk om te laten zien hoe die zit. Want het is zeg maar... En toen ik hem kreeg dacht ik ook echt... Oké, wat moet ik hiermee? Hoe ga ik dit aantrekken? Ik snap dit niet. Maar goed, uiteindelijk was het me gelukt. En het is dus een... Hoe zeg je dat? Ja, een kruisbikini. Dus hij gaat gekruist om je... lichaam, zeg maar. Ik laat nu wel even hier een plaatje zien van de website. Dan kan je zien hoe die zit. Want ja. En ik heb trouwens al deze bikinis in maat M gekocht. Omdat het op Shein allemaal best wel klein valt. En daarbij zit dit witte broekje ook met van die splits. Eigenlijk is het hetzelfde broekje als die zwarte, maar dan in het wit. En dan had ik nog een bikini. En daar heb ik alleen het topje van gehouden. Want het broekje zat echt niet goed. En dit is het topje. Ja, gewoon heel erg leuk. Een beetje zomersachtig. Printje. En om dan nog even in de bikini sfeer te blijven, heb ik nog een bikini. En die heb ik van Triangle gekregen. Ik weet niet, zoals jullie misschien wel weten, heb ik vorig jaar ook een bikini van Triangle gekregen. En het is echt mijn lievelingsbikini. En ik was zo blij dat ik een mailtje van hun kreeg dat ik er nog eentje mocht uitzoeken. Dus dat heb ik ook gedaan. En mijn bikini is zoals altijd weer in deze box gekomen. Omdat ik, ja, dat ligt aan het model. Maar het model die ik altijd neem, die komt altijd in een box. De bikini die ik nu heb uitgekozen is deze geworden. Ik zal hem heel even vastmaken. Dit is het topje. Hij is gewoon wit. Het is gewoon een wit topje. En ik kies altijd dit model. Dus zeg maar een beetje het BH model. Zo zie ik het een beetje. Omdat deze gewoon echt het mooiste zitten om mijn... Want ik weet niet zo goed of die anderen nou ook wel mooi kunnen zitten bij mij. Dus ik neem altijd maar gewoon deze. En vooral het broekje die erbij zit vind ik echt heel erg mooi. En dat is deze. Hij is donkerblauw met allemaal bloemen erop. En aan de binnenkant is hij roze. Ik ben er echt heel erg blij mee. En ik kan echt niet wachten tot ik hem aan kan doen. Maar helaas is de zomer er nog niet echt. Dus dat is een beetje jammer. Maar ik ben er zo blij mee. Ik vind hem echt, echt prachtig. Oké, dan gaan we nu verder met de H&M. En als ik heel eerlijk ben, koop ik echt nooit wat bij de H&M. Ik vind de H&M gewoon over het algemeen niet zo'n hele leuke winkel. Puur ook omdat de hele wereld in de H&M loopt. Dus. Maar ik had nu wel wat leuke dingetjes gevonden. Als eerste heb ik dit rokje gekocht. Het is zeg maar zo'n button-up skirt. Ja, en ik vind hem echt heel erg leuk. Ik wilde het altijd in een spijker kleur hebben.
Maar toen ik deze zag bij de H&M, dacht ik, nee, ik wil deze. Deze is echt heel erg leuk namelijk, want hij is een beetje lichtroze, zalmachtig kleurtje. En ik vind hem echt ontzettend leuk. En hij staat ook heel erg leuk, vind ik. En ja, ik ben er heel erg blij mee. Ik wilde al heel lang zo'n rokje en nu heb ik hem gevonden. En deze was €20. Dan heb ik van de Coachella-lijn van de H&M deze gekocht. En ik vond hem gewoon echt ontzettend schattig. En dit is zo leuk in de zomer met een spijkerbroekje eronder. Het is een wit met zwart off-shoulder topje met allemaal olifantjes erop. En een leuk printje. En ik vond hem zo leuk. En ja, ik wilde deze gewoon echt hebben. En deze was €9,99. Oftewel €10. Dan als laatste bij de H&M heb ik dit topje gekocht. En deze heb ik gisteren ook aangehad naar mijn auditie van Fontys. En ja, ik ben er echt heel blij mee. Ik heb superveel complimentjes gisteren gehad over mijn outfit. En ik vind hem echt zo mooi. En er zit hieronder zeg maar kant. En hij loopt zeg maar hoog in mijn nek. En ik vind hem echt heel erg leuk. Ik heb hier het bonnetje, even kijken. Ja, deze was ook €10. Dus dat is helemaal toppie. Sinds kort is er een nieuwe winkel in Amsterdam. En dat is de winkel Stradivarius. En het is echt een ontzettend leuke winkel. Het heeft echt H&M prijzen. Dus 20, 30, 10, €15. En mijn camera is alweer bijna leeg. Daar word je niet moe van. Deze broek heb ik gisteren ook aangehad naar mijn auditie. En ik heb er echt niet normaal veel complimentjes over gekregen. Maar hij zit ook echt heel erg mooi. Het is zeg maar een soort van, ja, geen pantalon of misschien wel. En ja, hij is gewoon zwart en heel erg mooi. Ik wil niet veel zeggen, maar mijn kont komt er echt heel mooi in uit. En daarom heb ik hem natuurlijk ook gekocht. Nee. En ja, hier ben ik ook heel blij mee. En deze was ook €20. En dan heb ik nog twee off-shoulder topjes gekocht. Als eerste deze. Deze witte. Ja, heel simpel. Maar wel heel erg leuk. En ja, hij valt gewoon heel erg leuk. Hij is super schattig. En op die broek stond hij ook echt heel erg mooi. Dus ja, deze. En die was €10. En dan heb ik heel simpel datzelfde topje ook in het zwart gehaald. Dus ja, heb ik niet zo heel veel meer over te vertellen. Deze was ook €10. En ik ben er heel erg blij mee. En ik vind ze heel erg mooi staan. Dan zijn we alweer bij de laatste winkel aangekomen. Maar dat is wel gelijk mijn favoriete winkel. En dat is, ja hoor, de Brandy Melville. Nou, bij de Brandy heb ik wederom een off-shoulder topje gekocht. En dat is deze witte met lange mouwen. En ja, hij is dus off-shoulder. Je kan hem trouwens ook wel normaal dragen hoor, als je wil. En ja, hij is een beetje cropped. En ik ben er heel erg blij mee. Ik vind hem echt super mooi. Ik hou ook heel erg van wit in de zomer. Dus dat is helemaal leuk. En deze was €21. Dan heb ik ook bij de Brandy Melville een petje gekocht. En dat is deze. Ik hoop dat jullie het een beetje goed kunnen zien. Maar het is gewoon een witte pet. En zeg maar hier staat, volgens mij zien jullie het alleen niet goed. Het is een beetje overbelicht nu. Er staat in het lichtroze staat Peachy erop. En ik ben er echt heel blij mee. Ik vind hem echt ontzettend leuk. En hij staat gewoon ook heel erg leuk. En ja, petjes zijn echt een must-have in de zomer, vind ik. Want ja, het is gewoon vervelend als je net die zon op je kop hebt schijnen. En dit houdt het dan even allemaal een beetje tegen. En dat vind ik echt heel erg fijn. En deze was €12. En ik ben er echt heel erg blij mee. Ik vind hem echt heel leuk. En ik ga hem gewoon opdoen nu. Nee, ik ga hem niet opdoen nu. Want dan krijg ik zo'n schaduw bij mijn oog. En dan het allerlaatste item. Eentje waar ik echt heel erg blij mee ben. En dat is deze jumpsuit van de Brandy Melville. Deze is ook weer off-shoulder in het zwart. En ja, het is gewoon een jumpsuit met een broekje eraan. En ik vind hem echt geweldig. Ik had hem al in het wit zien hangen, maar een week geleden of zo. En toen hadden ze de zwarte niet hangen. En ik wilde hem gewoon liever in het zwart, want wit schijnt best wel door altijd. En dan moet je weer altijd gezeik, weet je. Ik vind hem heel erg mooi. Hij staat heel erg mooi. En ik denk dat ik hier heel veel plezier van ga hebben in de zomer. Misschien moet ik nog even zeggen hoe duur deze was. Deze was €29. Dus ja, dat was alles wat ik heb gekocht. Ik hoop dat jullie het een beetje leuk vonden. En als je nog niet op mij geabonneerd bent, dan hoop ik heel erg dat jullie gaan abonneren. En ja, dan hoop ik jullie weer bij een volgende video te zien. Doei doeg!